Jouw gasten, FIFA Bounty. We doen vandaag weer een Sputdraft 3 op een rij. Elke zondag natuurlijk. Ja, vorige aflevering ging niet heel goed. Dat is best van jawel. Ja, voor Jordan ging het zeker goed. Mocht je de video van gisteren op Jordans kanaal nog niet hebben gezien, dan moet je nu wegklikken voordat je de tussenstand hoort. Want de tussenstand ga ik nu vertellen. En dat is namelijk 7-6 voor Jordan. Een volle kaart. Ja, oh ja, dat was ook vorige aflevering gebeurd. Jordan had gewoon een volle kaart al. Die had alles af kunnen strepen. Niet normaal. Maar wel op het nippertje moet ik wel even nagaan. Ja, het was niet heel makkelijk, maar we hebben het wel gedaan. Maar dat was nog, het is gewoon echt sick dat je dat, de jou dat is gelukt. Maar en jij had een ziek hoge draf. Ja, ik had inderdaad een 190 draf. Maar ja, dat telt natuurlijk niet mee. Nee, en daar spelen we ook niet voor, dus dat is wel... Ik sta ervoor, dat, zo hoort dat ook weer. Ik voel me helemaal thuis. Yes. Ik ging zo goed, ik kwam keihard terug, ik stond eventjes voor en meteen win jij het weer twee keer achter elkaar. Dat is heel kut. Wil jij graag FIFA coins? Ga dan naar fifacoinsmarkt.nl en gebruik de code BOUS voor ook nog eens een lekkere korting. Ja, kijk, je kijkers kunnen het goed maken met jou door gewoon op blauw duimpje te rammelen. Ja, inderdaad. Ja, weet je wat? Als jullie allemaal dat duimpje omhoog smashen, dan voel ik gewoon dat ik deze draft ga winnen. En volgende ook. Het was wel zo. Kijk, op een gegeven moment haalde jij echt meer likes en toen won jij ook meer. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, op het duur had ik bijna 10.000 likes of zo. Toen ging het supergoed. Ja, vorige keer had ik ook veel likes trouwens. En toen ging het ook niet heel goed. Het gaat om het idee. Oké, laten we maar beginnen. Ja, ik ga naar mijn opstelling kijken. Ik hoop dat ik even een lekker opstelling krijg. Kijk, de eerste is meteen al veel beloofd. Ik heb trouwens... 3-4-3'tje. Wat had je? 3-4-3? Ja, 3-4-3. En ik heb een 3-4-2-1. Oh, ook nog. Oh, shit. Ja. Dat is best wel kut voor mij in ieder geval. Nee, is gewoon prima. Ik ga voor 4-3-2-1. Dat vind ik ook wel prima. Tel maar op, jongen. 3-2-1. Go! Kom op. Hey, go meteen. Legend of zo. Ik kan er 2 afstrepen. Oké. Waarschijnlijk een normale. Ja, en dat ga ik niet doen. Want ik denk dat ik die normale nog wel krijg. Maar ik heb wel een Belgische vorm, dat is Hazard. Oké, ja, dat is op zich wel nice. Ja, dat is op zich niet verkeerd. Alleen waar ik wel een beetje mee zit, dan moet ik mijn links buiten opofferen. Ga ik dat doen? Ja, ik zit ook in een zieke dilemma. Want ik heb namelijk Neymar of Ronaldo. Ronaldo heeft natuurlijk een Team of the Year nog. Maar Neymar heeft een Team of the Group steeds. Ik ga voor Hazard, voor de rest ga ik op mee. Ik ga voor Ronaldo, want ik wil die middelste kaart natuurlijk hebben. Team of the Group steeds. Dat is gewoon de beste die je op dit moment kan hebben. Ja. Dus dan hoop ik dat ik zo meteen op de bank nog Neymar kan krijgen. Ik hoop het niet. Ik heb in ieder geval middenboven en jij hebt... Rechtsonder. Rechtsonder. Ja, oké, let's go. Dan ga ik nu voor rechtsonder. Voor mijn spitsie. Geef ik ga even ook voor mijn spitsie. En holy shit! Ik krijg ook zikke spelers. Ik krijg Inform Hazard. Ik heb alleen niks aan. Oké. Ik heb Ibrahimovic, Man of the Match, 93. Griezmann, ik heb ook Ibra. En ik heb ook Griezmann in vorm. Ja, ik heb alleen niks aan. Nou? Griezmann kan ik wel kiezen, maar die heeft ook nog een Team of the Groups, maar die is maar 89 volgens mij. Dus ja, ik kan hem wel kiezen. Ja, inderdaad, daar kan je er wel voor gaan. Ik wist niet eens dat Hazard ook een spitsversie had in vorm. Ja, maar ik vind het. Ja, inderdaad, klopt. Ja. Ik vind het prima, dan heb ik nu al 2 kunnen afstrepen. Ja, had hij gewoon perfect in zijn FUT Champions Rewards die rode kaart daarvan, hè? Oh, echt? Ja. Holy shit, oh, die heb ik nog niet gezien. Moet ik maar eens gaan checken. Oké, ik ga voor mijn rechts. Ik ga nu even het Team of the Year Messi krijgen. Komt die Team of the Year Messi? Kom op. Kut hoor, ik krijg normaal. Ja, Inform Messi. Ik krijg een screenkaart, maar die staat er niet meer tussen. Nee, inderdaad, die heb ik er tussenuit gehaald. Sorry Jordan. Ik ga wel voor Inform Bill, want ik wil natuurlijk Team of the Year Messi en niet zijn Inform. Dat snap ik. Ik ga voor mijn center mid, speler nummer 4. Kom op, even Team of the Year'tje. Come on. Ik ga beneden. Ik ga heel gauw door naar voren. Kom op, geef me nou eens even een 4. Een Modric'je zou ik heel blij mee zijn. Boom! En dan hebben we het over de duivel en ik krijg hem ook. Hoppakee. Echt? Ah, kutzooi. Shit. Dus dat betekent linksboven. Maar ik had ook nog Team of the Year Iniesta naast staan. Ook nog? En ook nog Inform De Bruyne. Holy shit, dan had je wel echt sikke keuzes. Ja, en Bruno en Gomez. Nee, inderdaad, dat boeit dan niet. Want ik had natuurlijk Hazard al afgestreept, dus dat is lekker. Ja, inderdaad. Dus alleen ik ga voor mij volgen. Met een match en we staan 8-6 voor. Nee, dat moet echt niet gebeuren. Dat zou heel kut zijn. Dan verlies ik gewoon weer 3 keer op rij. Maar ik kan ook weer in kaart terugkomen natuurlijk. Dat zou allemaal kunnen. Ik heb nu 5 spelers gehad. Jij? Ik heb nu 6 spelers gehad. Dus dan ga ik heel graag de 6 kiezen, want dan lopen we weer gelijk. Links midden. Krijgen we iets goeds. Ik krijg een Belgisch inform. Jammer, ik had al een Belgisch inform. Oké, die had je natuurlijk al. Dat scheelt. Gelukkig. Rechts midden, spelertje nummer 7. Ik ga voor mijn linksachter. Een match of zo?
Kom op. Nee, helaas. Allemaal normale kaarten. Kiko, we hebben niks aan. Nee, inderdaad. Ik ga even opzetten. Team op de group stage. Inderdaad. Ah, shit. Nee. Ik heb Bonucci. We hebben niks aan. Ik koop elke keer op die team op de group stage. Koop die. Maar ik heb weer een Belgische kop. Krijg hem niet. Oh, ja, eindelijk. Ik heb hem. Team op de groep steeds Codin. Ja, nice. Welke rating is die? 90, hè? 90, gewoon precies 90. Dus dit is perfect. Dan heb ik een team op je nodig. Ik voel het, ik ga hem ook krijgen. Of een min 72. Dan heb ik gewoon gewonnen. Ik heb ook Codin. Echt? Ja, maar 91. Godver. Nice. Woe, gelukkig. Kutzooi. Ja, als ik hem nu kies zou heel dom zijn, want ik kan ook zo'n team op de groep zitten. Ja, inderdaad. Dat is logisch natuurlijk. Oké. Okay. Ik kies, want die heeft nog een mensje. Rechtsachtig. Nee, ik heb nog één speler te keeper. Oké, okay, ik hoop dat ik een movie krijg. Een legend zou ik blij mee zijn. Oeh. Ik zou met alles wel blij mee zijn. Tel team of 4 nog even. Nee, helaas. Heb je die? Ja. Maar ja, ik had al 96 plus, dus ja, leuk voor je. Ik heb nou al twee keer een team of 4 en ik heb al drie keer Belgisch in vorm. Holy shit. Die zijn dus best wel makkelijk om te krijgen, die Belgische in vorms eigenlijk. Normaal niet, maar nu komen de bosjes naar beneden. Nu op zich wel, ja. Ja, Belgen zijn natuurlijk ook gewoon OP in voetbal. Dat is gewoon de laatste tijd steeds echt wel sick. Ja, shout-out naar alle Belgen. Oh. Ja, oh, sick, nooit tegelijk. Oké. Okay. Ik heb mijn hele basisopstelling gehad, ja? Ik ook. Ik ga nu bij mijn eerste bij reserves. Ik ga met je mee en het duurt heel lang. Oké, okay, Weer een team of de groep steeds boven de 90. Kom dan op. Dieven, sorry. Ik krijg ook weer een Belgische inform en een team of de groep steeds boven de 90. Maar ik heb er allemaal niks aan. Dat is toch wel zo jammer. Heb ik niks aan. Beens heb ik. Ja, het is allemaal kutspelen. Oké, heel gauw. Okay. Ja, inderdaad. Snel door. Nee. Kom op. Nee, ik ook niet. Helemaal niks. Alleen maar normale kaarten. Bij mij had ik alleen informatie. Nee, en we krijgen nu zilveren onder de 72. Ah, let's go. Dus ik heb ook weer een Belgische inform. Dit is ook al mijn derde keer dat ik een Belgische inform krijg. Ja, Peter. Ik wil nu even een team op de groep steeds hebben gevonden. Oké, komt die. Oh, shit. Nee, dat moet echt niet gebeuren. 90 plus. Kom op. Team. Kom op. Ik moet nu even terugkomen. Want jij mag nu niet verder uitlopen. Want dan heb ik echt een probleem. Dan ben je dan heel dicht bij de team. Een probleempje. Daar ben ik inderdaad met je eens. En we krijgen een C in vorm. Is ook net niet. Oké, laatste spelers bij reserves. Ik heb nu alle reserves. Ah, oh, kut, zo helemaal niks. Ik heb ik nu ook alle reserves gehad. Ik wil eventjes, ik wil gewoon even winnen. Geef me ik begin bij mijn keeper. Kom op. Okazaki, een Japannetje. Oké, nou ja, dit gelukkig. Dit kan er eentje zijn, kom. Dat is niks, hoor. Elke keer krijg ik die Mertens, maar ik wil Mertens helemaal niet. Nee. Ik ga maar kiezen, want ik kom hier niet meer voor. Oké, okay, volgende. Oh, dit is niks. Kom. Ik heb gewonnen. Ja. Heb je gewonnen? Nee! Man, ik heb 90 reden team op de crew op steeds. Mesut Özil. Oh shit, hoeveel kaarten heb je gehad bij wissels? 3. Ah nee, ik ook, dus dat heb je inderdaad gewonnen. Ik heb nog 4 kaarten over, laten we daarop houden. Ja, ik heb ook 4 kaarten over. Ah oh, shit, Johan, ik zat te hopen, ik hoefde alleen maar een zilver en ik had hem ook bij jou. Jij bent alweer net eerder. Het staat 8-6. De eindstreep komt zo dichtbij. Ik hoef nog maar 2 keer te winnen. Ja, of jij wint in 1 keer 4 keer. Nee. Ja, het zou inderdaad kunnen, weet je. Alles is mogelijk. Jij komt gevaarlijk dichtbij nu. Het is al vaker gebeurd dat ik in 1 keer 7000 keer achter elkaar verloor. Ja, dus ik ga nu niet te hard juichen. Keer. Oh, ja. Maar inderdaad, we gaan door totdat de eerste 10 heeft gewonnen. Ja, en de verliezer moet een legend discarden. Dus ik hoop echt niet dat ik dat ben. Ja, sowieso. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik ga wel nog even afmaken deze trap. Ik ook. Even kijken of ik nog wel had kunnen halen. Memphis is trouwens echt best goed bezig nu bij Lyon. Ik weet niet of je een beetje volgt. Ja, ik wel. Oh, kut hoor. Kijk, nu heb ik hem. Ik heb nu ook 3 op rij. Komt die extra hard aan, hè? Dat is dan inderdaad nog kutte. Dan krijg ik liever gewoon helemaal niks meer. Dat ik denk, oké, ja, ik had niet meer kunnen winnen, maar dit vond ik zo kut. Zal ik het nog harder invrijven? Was jij links begonnen of was je rechts begonnen? Ik was links begonnen. Ja, ik was rechts begonnen. Dus als je als ik rechts was begonnen, had ik ook bij de derde speler inderdaad. Ja. Oh. Voel je in de kut? Ja, op zich. Ja, let's go. Oké, dat is feestrijd. Klopt. Geef nog even iets leuks. Doe iets goeds. Piem, boem. Bam! Nee, en dit is niks. Heel erg shit. Cool. Mijn laatste Body. Speler. Ja, maar één laatste speler. Kom op. Come on. Gun nog eventjes iets leuks om af te kruisen. We krijgen hier Ledger, Danilo, Gibbs. Ledger, een Nederlander. Hey. De laatste. Kom op. Geef iets goed, jongens. Kom op. Doe iets. Geef iets. En nee. Heb je iets? Krijgen wel Randolph, maar hebben we niks aan. Oké, nou. Dat maakt eigenlijk ook niet meer uit, want je hebt toch al gewonnen. En dat is best wel balend. Ik vind het alsnog wel leuk dat ik gewoon gewonnen heb. En dan wil ik gewoon nu 8-6 staan. Maar de strijd is nog niet gestreden, jongen. Nee, dat zeker niet. Ik geef de moed nog niet op. Ik kwam van 5-1 ook gewoon terug naar 6-5 voor.
Dus ja, alles is nog mogelijk. Dat heb ik verdrongen, dat weet ik niet. Die tijdperk, die ben jij vergeten. Ja. Maar dat was dit het voor deze drie op een rij. Volgende week, zaterdag, komt er natuurlijk weer een nieuwe aflevering op het kanaal van Jordan. En die zondag daarna weer op mijn 9, kanaal. 9-6 op woord van 8-7. Ja, dat is wel een hele belangrijke. Het kan volgende week al over zijn. Ik ben heel eerlijk, ik ben gewoon echt bang nu, want vorige keer ging het helemaal fout op het moment dat ik dacht dat ik gewoon easy ging winnen. En nu denk ik dat eigenlijk weer. En nu ben ik eigenlijk een beetje bang. Inderdaad, je werd gewoon overmoedig, man. Echt, dat was het gewoon. Je dacht, ik win het zo makkelijk. Maar dit was het dus voor deze video. Vergeet niet te abonneren op ons beiden en ook zeker geen duimpje omhoog te doen. En natuurlijk, tot slot, ik zie jullie later, bazen.